Trek hem maar. Nou, Breda Nu. Het Annahuis bestaat 25 jaar. Alle vrijwilligers en bezoekers kwamen bij elkaar voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Er werd een jubileumnummer Jaarmagazine in ontvangst genomen door Mirjam Haag. Maar wat houdt het Annahuis precies in? Mensen helpen met vragen. Contact maken met anderen. Wij doen twee keer in de week doen we koken. En dan komen de mensen hier mee eten. We doen hobbyen, schilderen. Eigenlijk van alles. En er wordt nog steeds meer gedaan. Het is hier ook voor een praatje. Iedereen die behoefte heeft aan een oor, die kan hier een oor vinden. Ja, de mensen komen gezellig bij elkaar en dan gaan we samen eten en samen koken. En dat is gewoon leuk, gezellig. Als ik hier sta en terugblik op 25 jaar Annahuis en tegelijkertijd vooruitkijk naar dit jaar, want het is ook jullie nieuwjaarsbijeenkomst, dan is dit misschien wat de stad echt moet gaan binden. En ik hoop van harte dat jullie wat dat betreft met je verhalen een inspiratie zijn. Inspiratie voor heel veel Bredanaars, of ze nou hier in de wijk wonen of van verder. Dat hier een plek is waar er altijd ruimte is voor dat luisteren. En nou is het natuurlijk een speciale dag, het is een groot feestje. Wat is het feestje? Ze bestaan hier nu 25 jaar. En ter ere is daar een magazine voor uitgebracht. En straks wordt er iets onthuld. Dus we pakten het iets groter aan. Het ziet er gezellig uit allemaal. Ja, hartstikke gezellig, maar het is eigenlijk altijd wel gezellig hoor. Het is heel veel inloop. Ja, mensen allemaal bij elkaar. Dat je gezellig aan één grote tafel met iedereen kan gaan eten. En ja, praat je met elkaar. Iedereen vertelt wat hij heeft gedaan in de week. En ze hebben daar een verkeerd beeld van? Ja, heel verkeerd. Ik had dat zelf ook. Ik dacht altijd van, mensen die kunnen toch voor de eigen zorgen. Al zulke dingen van, je hoeft er niet op straat te leven. Je zoekt werk en je hebt geld. Ik kan een huis huren. Maar het werkt niet altijd zo. Het zijn ook de mensen die onderaan een klein beetje bengelen. En die worden dan hier weer op pad gezet, zodat ze weer verder kunnen. En ik vind dat wel heel erg mooi. Trek hem maar. Nou, Breda Nu.